Hallo en welkom bij deze eerste review. Onder deze doos zit een product wat ik ga testen en waar ik een cijfer voor ga geven. Dit is gekocht door Ahmed, dus ik weet niet wat het is. Wat is het dan, Jan? Ja, dat weet ik niet. Dan gaan we nu kijken. Hatsa flatsa. Blikjes Fanta. Nou, leuk. Fanta Peach. Fanta Lychee. En Fanta Druiven. Ten eerste drink ik eigenlijk geen frisdranken. En als ik frisdranken drink, dan drink ik light producten. Zoals jullie zien. Wat wel een beetje raar is natuurlijk, dat dikke mensen over het algemeen light producten drinken. En dunne mensen gewone producten. Niet de beste marketing, zeg maar. Enfin, we gaan testen. Oh Jan, hoe komt het toch dat je niet wist wat er onder het doosje zat, maar wel toevallig 3 glaasjes hebt? Shut up! Holy shit! Wat is dat? Oh, dat ziet er gewoon normaal uit. Hè? Als eerste de peach. Pas ik. Nou, die kan echt niet. Dit is dus persik. Wat zo chemisch is. Dat het bijna een gat in je slokdarm brandt. Lychee. Lychee zijn die hele kleine vruchtjes met die stekeltjes erop. En als je hem dan probeert te pellen, dan gaat dus dat schilletje onder je nagel en dan bloed je half dood. Oeh. Ja, dit vind ik heel smerig. Deze 3 Fanta-smaken zijn te bestellen op het internet. In Nederland zijn ze niet te krijgen. Dat is ook wel begrijpelijk, want ze zijn namelijk niet te zuipen. Behalve de lychees, die is wel heel lekker. Maar dat heeft er ook misschien mee te maken dat het hier moment, denk ik, 36 graden in deze woning is. Enfin. Deze krijgt een 2. Deze krijgt een 1. Dit is echt net of je iemands galblaas aan het leegsabbelen bent. Maar de lychees krijgen mij een 7. Lekker, man.